Hey hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we twee verschillende soorten origami visjes vouwen. Super simpel, heel erg leuk om te doen. Laten we snel beginnen. Ik gebruik gewoon vouwblaadjes van de Action. En de eerste stap is de punten op elkaar vouwen. Draai ik het blaadje een kwartslag en vouw ik weer de punten op elkaar. Als je het blaadje zo dan openvouwt, dan ontstaat er een kruis. Dan vouw ik één punt naar het midden. En dit doe ik ook met de punt ernaast. Draai ik het blaadje om en vouw ik de punten die over zijn naar het midden. Als je het goed hebt gedaan, dan ziet je vouwwerkje er zo uit. Dan vouwen we deze punt naar het midden. Let op, want er komt een soort van flapje vrij en deze moet je niet meevouwen. Aan de andere kant doen we precies hetzelfde. We vouwen deze punt naar deze punt. Draai je werkje om en je vis is klaar. Kies ervoor om er nog een oogje op te plakken. Deze heb ik gewoon gemaakt van papier. Je kan natuurlijk ook van die wiebeloogjes gebruiken en dat geeft een heel erg leuk effect. Maar die had ik niet in huis. Dat is alweer vis nummer 1. We kunnen verder gaan met vis nummer 2. Ik gebruik weer gewoon vouwblaadjes van de Action. Sorry voor de vlekken op het papier, maar dit had ik tijdens het filmen niet gezien. Het papier vouw ik met de punten op elkaar. Dan vouw ik het papier weer open en draai het naar de andere kant. Ik vouw de rechter bovenpunt op de linker onderpunt. Dan vouw ik het papier weer open en vouw ik de linker bovenpunt op de rechter onderpunt. Ik vouw het papier weer open en dan zijn dit de lijnen die op jouw papier staan. Ik draai het papier weer om. Zorg ervoor dat de lijn in het midden horizontaal ligt, dus van links naar rechts. Nu
gaan we deze lijnen naar binnen vouwen. Let goed op, want dit kan een beetje lastig zijn. We beginnen aan de staart. Deze vouwen we niet helemaal in het midden, maar een heel klein stukje van het midden af. De andere kant is wat makkelijker en die vouwen we er gewoon overheen. Draai je werkje om en daar is vis nummer 2. Ik plak er weer een zelfgemaakt oogje op. En ik teken nog even een mond. Was dit alweer de video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En een reactie vind ik ook super leuk. Tot de volgende video.